Ik kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was, Amsterdam. Oh, 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 oh. Bovenop de hoogste toren, hoger dan de andere toren. Ada, jij woont hier al jaren. Mm-hmm. Ja, klopt. Voel jij je thuis in deze buurt? Ik voel me bijzonder thuis in deze buurt. Ik heb vanaf het begin, is dat een soort veilige haven voor mij geweest. Omdat ik uit een hele situatie kwam waar het niet zo prettig was. En ik ben hier heel warm ontvangen. En dat ervaar ik ook. En wat vind jij zo fijn aan deze buurt? Wat zo fijn? Ik ga mijn eigen buurt me na. De saamhorigheid heb ik natuurlijk ook nog wel het een en ander aan toegevoegd. Om mensen te groeten, te vragen hoe het met ze gaat en dergelijke. En dat geeft zo'n verbinding dat ik me heel veilig voel hier in de straat. En ook rondom. Dus het is ook voor jou een hele sociale buurt? Ja, zeker. Zeker, dat kan ik zeker onderstrepen. Ik vind het heel sociaal om hier in deze buurt te wonen. Waar woonde jij voordat jij in deze buurt kwam wonen? De Roosstraat. Waar is dat zo? Dat is in het centrum. En dat was heel anders? Roosgracht, ja. Ja. Dat was een beetje bla 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 figuur. Ja. Beetje juppenbuurt. Ja, een beetje juppenbuurt. Hey, dus jij bent hier helemaal op je plek, vrouw? Ja, ja. Dat kun je wel stellen.